3-0 winnen van HAC. Mooi resultaat zo. Ja, heerlijk resultaat. Ik denk dat we sowieso de laatste tijd al steeds beter voetballen. En uiteindelijk zijn we thuis toch denk ik heel moeilijk te verslaan. Ja, want die tweede seizoenshelft, ja, als je dat vergelijkt met die eerste, dan zie je een verschil. Nou ja, het heeft te maken natuurlijk, als je vaak in dezelfde samenstelling kunt spelen, dan zal dat bevorderend zijn voor resultaten die je gaat boeken. Anderzijds is het ook zo dat je even moet wennen aan de competitie, aan de weerstand die je krijgt. Zeker op het moment dat je met een nieuwe ploeg moet starten. En dat hebben we ook gedaan dit seizoen. Ja, als je dat vergelijkt, je staat eerst in de eerste periode onderaan. Maar nu al op een veel nettere plek. Dat is gewoon een lijstbehoudplek nu. Ja, en ik denk ook dat we nu naar boven kunnen kijken. En volgens mij hebben we een redelijk gat geslagen inmiddels. Maar ja, goed, aan ons de taak om de komende wedstrijden dit door te trekken. En wat mij opviel, die Dervizoglu, wat een goede speler zeg, komt overal doorheen en gaat eigenlijk moeiteloos die verdediging van HAC bij langs. Ja, Halil heeft heel veel kwaliteiten en één daarvan is dat hij van een halve kans een hele kans kan maken. En dat gaat hem zeker verder helpen. Ja, want HAC heeft vandaag weinig in te brengen. Hè? Nou ja, goed, kijk, als je de start van de wedstrijd kijkt, voor hetzelfde geld maken zij de 1-0, dan moet je misschien toch eventjes al een ander vaatje tappen. Maar als je over de 90 minuten kijkt en je kijkt naar de manier van voetballen, dan is dat zo, ja. Ja, want het bij 2-0 op slot gooien, dat hebben jullie wel afgedwongen. Want daarna hadden ze helemaal niks meer in te brengen. Nee, maar het duurde nog even voordat we die 3-0 maakten. Hè. Die hadden we natuurlijk voor rust al eigenlijk moeten maken. En dan speel je zo'n wedstrijd waarschijnlijk verder uit. Alleen zolang er 2-0 op de klok staat, kan er natuurlijk alle kanten op. Neem je dat jouw team dan kwalijk, dat die 3-0 dan niet eerder valt? Nou ja, kwalijk, nee. Nee, ik denk dat dat ook een beetje hoort bij het grillige en bij de leeftijd. En nogmaals, op het moment dat je elke week in dezelfde samenstelling speelt, dan zul je ook veel makkelijker dit soort kansen verzilveren. En nu is het soms toch zoeken, even naar wat we van elkaar willen, et cetera, et cetera. Dus ja, goed, nee hoor. Ja, wat Hardenberg zat er niet lekker in. En misschien wel met die penalty als symbolisch voorbeeld voor heel de wedstrijd. Ja, misschien wel. Maar ik ben heel erg blij dat we met een clean sheet geëindigd zijn. En dat is ook waar we vaak tegenaan lopen, hè, tegen onnodige goals. En volgens mij tikte mijn verdediger ook die bal gewoon corner. Maar goed, ik moet het nog even terugzien. Maar ik ben blij dat we de 0 hebben kunnen houden.